Ja, Leni. Wel gewonnen uiteindelijk. Wel gewonnen, maar... we komen heel, heel goed weg. Is dat de goede omschrijving? Dat is een hele goede omschrijving, ja. Want het is eigenlijk niet verdiend. Maar ja, ook slecht spelen en winnen, dat is toch ook wel mooi. Maar die penalty ook, hè? In de laatste minuut. Was die wel echt verdiend? Ja, als je naar het voetbal kijkt... Ja, ze doet iets. Ja, ik zeg, de hand... De arm iets uit de zij. En dan tegenwoordig geven ze hem volgens mij. Want ik heb hem gisteren ook een gezien zo. Blijft toch een rare regel, die hensregel toch? Ja, vind ik heel raar. Want waar moet je je armen laten allemaal? Kan ze niet afhakken. Nee, precies. Maar goed, voor ons is het voordelig natuurlijk. Goed gejuicht hier in de woonkamer. Hoe heeft u het beleefd? Heel spannend of wat rustiger? Nou, wel wat rustiger. Wel, de spanning is er altijd natuurlijk. Maar ik ben wel vrij rustig geweest, denk ik. Ja. Bij de goals wel blijdschap? Ja, natuurlijk. Dat dacht je. En sowieso, als we de wedstrijd wat verder analyseren. Waar kwam Nederland tekort? Was het, want ik hoorde een paar keer, het was te traag, te stroperig. Ja, dat is ook, het was ook te traag en te stroperig. Ze waren gewoon niet fel genoeg en alles, dus het is gewoon jammer. Want, hoe kan dat komen dan? Ja, ik weet het ook niet, want tegen Canada vond ik ze geweldig. Waren ze ook echt fel, dan begonnen ze fel. Ligt het aan de tegenstander dan, want ze zijn natuurlijk wat kleiner, behendiger. Heeft dat invloed gehad? Ze zijn wel heel handig, die kleintjes hoor, dat moet ik eerlijk zeggen. Maar ja, en ik vind ze heel goed voetballen. Ook tussen de linies door en alles, daar zijn ze heel goed in. Maar ja. Want behalve die goal heeft Nederland eigenlijk helemaal niks gecreëerd. Hè? En Japan kreeg schoot op de lat in die fase 3 minuten achter elkaar 3 kansen. Ja, hoe zat hij toen op de bank? Van, nu gaat hij echt wel vallen voor de Japanners? Ja, ik dacht, we gaan hem verliezen. Eerlijk is eerlijk. En, inderdaad, Nederland heeft helemaal niets gecreëerd. Geen schot op doel. Nee. Nou ja, is jammer. Maar toch lekker dat we uiteindelijk toch door zijn. We gaan lekker door en we kunnen nog misschien een keer juichen. Dus. Ja. Maar dan moet het spel echt beter? Ja. Of wat komen we hier nog een paar keer mee weg, denkt u? Nou, ik denk dat je niet echt meer weg kon hiermee, hoor. Want het gaat steeds... Ik heb steeds betere ploegen natuurlijk. Ja. Maar ja, je weet het nooit. Je moet ook een beetje mazzel hebben. Ja. En natuurlijk de Italianen nu, in de kwartfinale. Hoe goed zijn zij, denkt u, vergeleken met Nederland? Is dat ongeveer gelijkwaardig? Ja, dat is wel ongeveer gelijkwaardig, vind ik. Ja, wat ik gezien heb dan. Waar liggen die kansen bij tegen Italië dan? Ja, dat vind ik een beetje moeilijk om te zeggen. Dat vind ik een beetje moeilijk. In ieder geval beter voetballen? Ja, beter voetballen sowieso natuurlijk. Ja. Want het was echt niet goed. En heel veel wereldkampioenen zijn altijd het toernooi niet heel goed begonnen. Nou ja, 4 overwinningen klinkt natuurlijk heel goed. Qua spel is het iets minder. Kan het juist wel een boost geven dat het volgende wedstrijd, als je een andere tegenstander hebt, dat toch dat voetbal wat terugkomt? Ja, dat zou wel moeten. En ik denk ook wel dat het kan. Ze kunnen beter voetballen. Dus daar hopen we in ieder geval op. En die voorspellingen net niet uitgekomen? Nee. 2-1. Wat vindt u van favoriete speler? Want dat zei u, Jackie Groen is favoriete speler. Ja, wat vond u van haar? Ja, ik vond ze allemaal een beetje tegenvallen, moet ik eerlijk zeggen. En, maar Jackie loopt wel altijd keihard te werken. Ja, en dan heb je die Gravenstein. Ja, nee, ja. Berestein bedoel ik. Als die erin komt, wordt het altijd weer gevaarlijker. Ja. Dat zag je nu ook al, ja. Komt die goal ook natuurlijk uit. Ja, maar moet zij niet gaan spelen? Want Jill Roord komt altijd in. Berestein komt er altijd in. Van der Zanden speelt wat minder. Moet Berestein niet starten tegen Italië? Ja, eigenlijk vind ik het wel. Ze horen er allebei in. Ja. Dat is wel bewezen. Want de laatste wedstrijden zijn die andere twee heus niet zo geweldig. Ja. Want u hebt zelf ook als international ervaring. Maar hoe is het vergeleken met invallen om in de basis te staan? Is dat wel een heel groot verschil voor een speler? Want als invaller kan je natuurlijk een beetje onbevangen invallen. En dan kan je niet heel veel fout doen. Nee, dat is ook wel zo. Maar
Ja, je zit op de bank, zit je eigenlijk op te vreten, zou ik maar zeggen. En dan wil je graag natuurlijk. Ja. En dat kan wel eens een voorjaar hebben. Dus Berestein in de basis? Roort niet? Ja, ik vind Berestein in de basis. En Jill Roort? En die hoort er eigenlijk ook wel in. Ja? Ja, ja, ja. Oké, dus die twee. En dan gewoon halve finale. Ja, zeker. Tegen Duitsland. Worden wij uiteindelijk toch wereldkampioen of niet? Nou ja, dat durf ik echt niet te zeggen. Er moet alles een beetje mee zitten.